Hallo allemaal en welkom bij de tweede aflevering van Wat doe jij nou? Hey, wat doe jij nou? Deze straatsoldaat is helemaal afgereisd naar Onderdijk en waar dat ligt, zoek maar op bij Google Maps. Maar ik ben bij Jan Broeders en hij verzamelt allemaal retro dingen. En ik ben heel erg benieuwd wat dat gaat zijn. Dus kom maar mee. Ton en Emmy Broeders, die moet ik niet hebben. Wacht even. Volgens mij is hij gewoon... Hey, Jan Broeders, toch? Jan? Ja, dames en heren, dat is dus Jan Broeders. Jan? Mijn geduld begint nu wel een beetje op te raken. Jan? 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 Ja? Hoi. Hoi. Hey Jan, wat doe jij nou? Ik verzamel spelletjes. Je verzamelt spelletjes? Oude retro dingen, ja. Ja, je bent eigenlijk een soort retro verzamelaar? Ik vind het eigenlijk wel... Ja, dat verzamel ik een beetje, ja, eigenlijk wel. Maar jij spaart niet alleen spelletjes. Oldschool spelletjes voornamelijk, spaart Jan. Maar jij spaart, wat spaar je nog meer eigenlijk? Eigenlijk zeg maar spullen waarvan iedereen denkt van, waarom heb je het eigenlijk? Weet je wel? Dus ik heb, ja... En jij vindt het dan eigenlijk geil om te hebben? Ja, een beetje wel. Ja. Maar is het een soort drang van, moet ik kopen? Een beetje. Ik denk het wel. Nu het zeg. Dit spelletje, dit is voor de Nintendo 64, hè? Nee, het is Super Nintendo. Staat erop. Ja, dit is voor de Super Nintendo. Ja. En dat is dus voor de Super Nintendo 64. Ja, ik heb er geen verstand van, Jan. Dus daarom... Oké, en dit is nog helemaal in seal. Waarom laat je het in seal? Dat is de eerste vraag. Waarom niet? Ik heb dit zo'n 3 maanden teruggekocht. Nieuw. In seal dus. In seal, ja. Yeah. Met een stikje nog op. Ik zag dit zo liggen en ik verbaasde me er echt over. Want je ziet het nooit. Hè. Je ziet misschien nog wel iets van een GameCube spelletje of zo. Of PlayStation 2 of zo. Yeah. Maar dit zie je niet meer. En toen ik pakte het en toen ben ik naar een toonbank. En toen vroeg ik ook van, ja, waarom hebben jullie het nog, weet je? Hoe kan het nou? Ja, dat hebben we gewoon nog op voorraad liggen. En we willen er gewoon niet vanaf. En we willen het gewoon verkopen. Dus ja, vandaar. Maar denk je dat zoiets van spelletje, of eigenlijk al die spelletjes die je hebt, denk je dat later... in een museum komt en dat het nog veel waard gaat zijn? Dat durf ik niet te zeggen. Ik denk dit soort dingen wel, denk ik. Omdat hier zit nog een officiële Nintendo seal omheen, zeg maar. Yeah. En dit vind je niet meer zo snel, lijkt mij. Ik ben niet zo'n heel erge gamer of zo. Dat is wel grappig. Ik heb het wel. Maar ik denk dat het ook de reden is dat jij van oude spelletjes houdt, denk ik. Ja. En niet van die high-tech, nieuwe shit, Battlefield, bladibla. Call of Duty. Nee, eerlijk gezegd heb ik er niet zoveel mee. Ik vind het wel leuk, hoor. Ik bedoel, ik speel af en toe wel eens een keertje Call of Duty. Maar, ik vind dit veel meer hebben. Want alle spellen van nu zijn zo erg, hoe zeg je dat, Hollywood. Nou, hier heb ik bijvoorbeeld een Sega Mega Drive 2. Nou, dat staat er ook op. Jaren 1990, ja. Dus Sonic, dat soort spellen. Dit heb ik gekocht in een kringloopwinkel, zag ik hem liggen. En voor hoeveel? Voor €20. Dit was van het bedrijf SNK.
SNK? Ja, die maakte arcadespellen. Voor in spel als speelhallen, zeg maar. Ja. Die kasten, weet je wel. Oh ja, ja. Met heel veel vechtspelletjes en zo. En dan hebben ze een hand... Zeg maar, om de Game Boy te concurreren... hebben ze een eigen dingetje gemaakt. Met kleuren en zo. En het ziet er ook een beetje uit als de eerste... Advance. Maar ja, dit is nooit echt goed aangeslagen of zo. Niemand kocht dit echt. En jij hebt dit dan? Dit is zeg maar een van de bekendste spelcomputers... waarmee het allemaal een beetje begon eigenlijk. Ja, de ellende. Plus de ellende, inderdaad. Want dit systeem zorgt ook voor de videogamecrisis, noemen ze dat in Amerika. Mm-hmm. Niet dat wij er last van hadden, consumenten. Maar wat houdt dat in dan? Dat houdt in dat voor deze spelcomputer kwamen zoveel spelletjes uit. En ook van alles, hè? Ook pornospelletjes en allemaal shit. En dat sloeg, heel veel spellen sloegen helemaal nergens op. Waardoor klanten, dus consumenten, die dachten echt van... Ja, hou eens even, wij hoeven geen spelcomputers meer. Want die shit die daar maar voor uitkomt. En er zijn er ook zoveel. Ik bedoel, je hebt hier ook gewoon een clone van de Atari. Ja. Das fascinerende Heim Videospiel. Yeah! Hey! Wat is dat? Dit is de Vectrex. Dat is een Vectrex, hè? Ja, dit is een all-in-one spelcomputer. Een van de eerste. Met eigen beeldscherm. Het is eigenlijk net een Nintendo DS. Zoals de meeste mensen weten, is dit het formaat van een CD of een DVD of Blu-ray. Dat kennen we allemaal wel. Maar dit, dames en heren, is het formaat van een laserdisc. Wauw! Het verschil tussen een DVD en dit is zeg maar de voorganger, hè, is dat het beeld- en geluidkwaliteit is hier beter op dan op een DVD. Dat zou je niet geloven, maar het is wel zo. Dus je hebt eigenlijk een soort bioscoopversie in huis. Ja, beter dan dit kan eigenlijk niet. Ja, of je hebt echt de originele film. Maar wel, wat voor soort mensen hadden dit dan? Want ik neem aan dat het duur was. Ja, de rijkluismensen, echt. Ja, eigenlijk wel. De VVD'ertjes. Dat weet ik niet, maar... mensen met veel geld en die van luxe houden. Moet je horen, dat geluid. Ja, dit is een 8 mm projector. Ik vind het echt heel tof dat je dit hebt. Welke film is dit? Dit is een cartoon van Speedy Gonzales. 1972. Ja. Vintage shit. Hey, is dat mijn vriendje? Wat is dit? Kapper, dit hebben we niet afgesproken. Je gaat niet met vriendin filmen. Kom, naar buiten. Ja, maar hoezo? What the fuck? Kapper, jij ook. Wat is er nou? Kapper. Wat is er nou? Jan. Jan, wat... Jan, fuck off. What the fuck, jongen? Ja, dit vind ik niet normaal. Vinden jullie dit normaal?
Vind je dat normaal? Ja, ik vind het normaal, ja. Vind je dit normaal? Hoezo, maar ik bedoel, we hebben toch gewoon een leuk gesprek gehad. Zo niet erop. Wil je meer over Jan weten? Jan? Jan? Ga weg. Wat is je website? Ga weg. Wat is je website? Janroeters.nl. Ga, als je meer wil weten over Jan, dan gaat het dan niet over zijn vrouw. Ik maak animaties en zo, dus...